En superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over Bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met een romantische flowerbox. Je ziet het misschien wel eens voorbij komen op internet, op Pinterest en dat soort dingen. En vandaag gaan wij hem maken. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we gauw aan de slag. Wat ben je hiervoor nodig? Als eerste de flowerbox zelf. Dit zijn speciale boxen waar al plastic in bevestigd is, waardoor het dus niet doorlekt. Ik heb het dekseltje er even onder gedaan. En een oase taartje die er precies in past. En die ga ik er dus inzetten. Omdat ik deze box wat romantisch wil maken, gaan we werken met mooie roosjes, gipskruid, om dat effect te creëren. Ook erg leuk voor bijvoorbeeld een bruiloft. Als eerste ga ik de basis opsteken met roze gipskruid. Ik zorg ervoor dat ik de gipskruid goed diep wegsteek, zodat het net tot de rand komt van de box. Ik maak dus elke keer kleine toefjes. Ik snijd het natuurlijk wel goed schuin aan. Zoals je ziet is de box nu eigenlijk al mooi gevuld en mooi egaal gevuld met gipskruid. Dus nu gaan we verder met het volgende bloemetje, de roos. Ik gebruik hier een mooie crèmekleurige roos voor. Het is belangrijk dat hij net boven de box uitkomt. Dus dat je hem net een klein stukje er bovenuit laat komen en dat je de verdeling goed verdeelt. Dus in het midden en ik werk daar weer rondomheen. Zorg dat je de verdeling goed houdt en dat de rozen je goed recht aankijken. Begint hij al mooi vorm te krijgen, maar ik wil natuurlijk nog wel even iets extra aan toevoegen. Dus dat gaan we doen met het volgende bloemetje. Daarvoor ga ik voor deze mooie witte lysiantes. Ook deze verdeel ik gelijkmatig in de box. Zoals je ziet is de box wel echt mooi gevuld. Hij krijgt echt een romantisch sfeertje. Het kan zijn dat je af en toe nog een gaatje hebt of dat de bloemen niet helemaal aansluiten met de box. Dat gaan we opvullen met een beetje Thielantia. Dit past ook juist mooi in het sfeertje omdat het echt juist wat grijzer is. Een super mooie romantische flowerbox. Echt prachtig. Leuk voor een verjaardag of een speciaal feestje. Een bruiloft bijvoorbeeld ook zeer geschikt. Echt leuk om cadeau te geven. Of natuurlijk gewoon zelf op tafel te zetten. Wil je nou zelf mee aan de slag? Dan kun je het cursuspakket bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje.
En ja, dan kun je lekker zelf aan de slag. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog en abonneer gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe filmpjes en cursussen die online komen. En dat vind ik ook alleen maar leuk. En dan zie je me de volgende keer weer. Doeg!